Jenny Elbersen, VVD. Jullie hebben recentelijk vragen gesteld over de inzaken eigen bijdrage. Wat is precies het thema daarin? Ja, het thema gaat over de eigen bijdrage van de WMO-voorziening. Er is in Apeldoorn een minimabeleid. Dat is vastgesteld en dat gaat het over de mensen aan de onderkant van de inkomens. Tijdens de bespreking heeft de VVD samen met andere partijen, twee andere partijen, erop gewezen dat het ook niet de bedoeling kan zijn dat eigen bijdrage ertoe leiden dat mensen met een midden- of een iets hoger inkomen alsnog door het ijs zakken, omdat ze zoveel eigen bijdrage moeten betalen, dat ze daardoor in hun, ja, we noemen dat in ambtelijke taal netto besteedbaar inkomen, ik zeg hoeveel zakgeld heb je te besteden per maand, dat het dusdanig laag wordt door die eigen bijdrage, dat ze daarmee kwaliteit van leven moeten inleveren. Ja. Welke signalen heb je hierover ontvangen uit de Apeldoornse samenleving? Uit de Apeldoornse samenleving, met name de inspraak op het minimabeleid, hebben onder andere mensen vanuit de WMO-raad, maar ook een aantal mensen die van zorg gebruik maakten terwijl ze wel werken, aangegeven van nou, wij zijn er erg bang voor dat als deze maatregelen genomen worden, dat wij eigenlijk niks meer te besteden hebben per maand. Omdat er ook een combinatie van effecten is, want het gaat niet alleen om de eigen bijdrage van de voorzieningen, maar ook op voorzieningen die niet meer vergoed worden uit de zorgverzekeringswet. Nou, op zich zijn wij daar niet tegen als VVD. We vinden best dat mensen die voor zichzelf kunnen zorgen het ook vooral moeten doen. Alleen het kan niet zo zijn dat minima door alle hulp en ondersteuning die ze krijgen meer zakgeld overhouden dan mensen die werken en eenzelfde beperking hebben. En die er dan dus onder zitten. En dat is een beetje waar we naar op zoek zijn, naar die balans. Je wilt de rechtsongelijkheid opheffen tussen die partijen? Ja, nou ja, en wij vinden ook best dat iemand die werkt wat meer te besteden mag hebben dan iemand die dat niet doet bijvoorbeeld. Dus het moet er niet zo zijn dat door de maatregelen in het minimabeleid mensen die in de die tot de categorie behoren meer besteedbaar inkomen hebben dan mensen die werken. Want dan creëer je werkende armen. En dat moet nooit de bedoeling zijn, want het werk moet lonen. Oké. De vragen zijn in ieder geval gesteld. Het duurt nog een paar weken, krijg je antwoord. Wat nu als ze zeggen, nou, hier doen we niks mee. Wat is dan de volgende stap voor de VVD? Ja, wat de VVD heel graag wil weten, is van wat is nou het effect van alle bijdragen op verschillende inkomensgroepen. Nogmaals, we willen graag dat ook de middeninkomens voldoende te besteden over. En op het moment dat blijkt dat mensen door het ijs aan het zakken zijn of dat die minder zakgeld overhouden om ook eens naar het park te gaan of een dagje uit of dingen die andere mensen bijvoorbeeld via regelrecht wel kunnen, dat zij dat niet meer zouden kunnen, ja, dan bereiden wij wel degelijk plannen voor een motie bijvoorbeeld indienen. Om te kijken van, ja, het is ons niet gelukt om de raad mee te krijgen ten tijde van die bespreking. We hebben toen een amendement ingediend. Maar we bereiden dan wel zeker zaken voor om ervoor te zorgen dat die ongelijkheid wordt opgeheven. Want het kan niet zo zijn dat omdat je een inkomen hebt, in één keer minder leuke dingen kan doen.